Ik heb geadviseerd om te gaan werken aan een meerderheidskabinet. Waarvan ik het logisch vind dat de grootste partij het initiatief neemt. En dat verder de winnaars daarbij aan tafel komen. Dat zijn in dit geval D66, CDA en GroenLinks als grootste winnaars. En aangeven dat wat de Partij van de Arbeid betreft, wij de verkiezingen, het is u niet ontgaan, enorm hebben verloren. De zevende partij van het land zijn. Dus dat ons nu bescheidenheid past.